Genki. Jouw man is mijn geld schuldig. 2 ton. En die moet ik terug hebben. Hij had het nooit mogen zien. Cadeautje voor mijn kleine man. Kijk, ja, mijn puppy. Ik zie het. Ik heb afleiding nodig. Anders gaat het hem in zijn kop zitten. De man zit in de hashhandel al heel lang. Frans wou een deal sluiten. Hij zou mij een USB-stick overhandigen. Met al zijn informatie over zijn netwerk. Uw broer. Steven Breuzink. Misschien uw vader. Je moet me helpen. Ik wil dat jij een tijdje op de winkel past. Gekke Henkie. Wat gaan jullie aan het doen? Frans, Steven en ik hebben een stash geript. Van wie was die stash? Van Sheila. Werk jij voor Schiller? Wat is het geld? Geen resuutje, geen geld. Wist je al hoe je hem ging noemen? Zullen we hem een naam geven? Dan zetten we dat op het grafje. Wat vind jij een mooie naam? Joep? Of Bingo? Pablo? Nee. Maatje. Maatje. Oké. Dan heet hij Maatje. Mag ik hem nog zien? Beter van niet, liefie. Die auto heeft hem heel hard geraakt. Daar ga je maar eng van dromen. Hij rende zo de stoep af. Het spijt me, lief. Je mocht hem niet uitlaten. Hij was van mij. Boortje. Dankjewel. En nu? Ik heb Luther gebeld. Ik wilde jullie vandaag niet alleen laten. Maar ik heb een afspraak om te gaan skaten. Jullie blijven gewoon hier, geen discussie. En jij dan? Ik kom zo snel mogelijk weer terug. En wees een beetje lief voor elkaar. Vooral voor Boris. Zal ik even meegaan? Nee, ik heb liever dat je bij de kinderen blijft. En hou ze binnen. Hou je kopje erbij. Ja. Dag. Vis al dan. Je zat toch in de vis? Ja, maar de vis die verdient niks. En de hash? Ja, de... Frans en Irwan die deden contact en ik deed alleen het vervoer. En die... Ja, die lijnen liggen nu plat. Hoe lopen die lijnen? Sorry, maar daar... kan ik niks over zeggen. Komen we deze week wel 2400 euro tekort in. Ja. Nou, eens even kijken. Nou ja. Dit was goud, hè? Voor guld. 200 euro. Blijft nog 4200 euro over. Nou,
is even zoek. Ach. Voor papa van Vinze. Kan hij goed voetballen? Twee lijnen. Eentje via Pakistan, eentje via Marokko. Zijn ze safe? Ja, behoorlijk, omdat we alleen een bekende bedrijf leveren en de douane toelaat, anders krijgen ze claims. Hé, hey, wat doet nou zo'n klasstraatje tegenwoordig? Klashorst. 3000. Mooi. Nee, kom op, man. Dat kan ik toch niet uitleggen, man. Lijkt me jouw probleem, hè? Kom maar. Ach, Ben. Nee. Nou, vooruit. Alsjeblieft, jongen. Alsjeblieft, dit is mijn vrouw. Dit is niks waard. 1200. En als Sheila hem niet wil? Alsjeblieft, laat het ding hangen, man. Hang hem lekker boven mijn eigen bed, hè. Scheelt me weer een playboy. Alsjeblieft. Volgende week. Ik kom voor Lucien. Is binnen. Lucien! Hey. Gaan we? Ik moet thuis blijven. Hoezo? Je straf. Nee, gewoon huiswerk. Zet even een kopje thee voor de man. Kopje thee? Is dat een huis, man? Hey, Carmen. Was jij dat? Wat? Die klap. Ja. Nou, ik niet. Met de raam is eruit. Er is ingebroken. Wat? Sandrina, die is naar judo met Vince. Kan ik even spreken? Ik dacht dat jij me niet meer wilde spreken. Alsjeblieft. Alleen de schilderijen. Ja. Ah, misschien een liefhebber of zo. Of intimidatie. Wie is dit? Geen idee. Hoort hij bij Schiller? Irwan heeft me alles verteld. Oké? We kunnen gewoon praten, Steve. Denk jij dat hij bij Schiller hoort? Geen idee, het zou kunnen. Hij zegt dat hij 2 ton van Frans te goed heeft. Het zou kunnen, ja. Steve, kom op, help me. Ik word bedreigd, oké? Wie is die gast? Ik weet het niet, dat zeg ik toch. Waar vind ik Schiller? Hoezo? Ik wil dat het ophoudt. Dit is iets tussen jullie. Hij moet mij en de kinderen erbuiten laten. Die hebben al genoeg te verstouwen zonder dat hun huisdieren opeens voor de raam bungelen. Wat? Ja, vanochtend. Jezus Christus. Hé! Hey. Pas op, hè, glas. Wat is hier nou gebeurd? Ja. Ik was 5 minuten naar de supermarkt. Waar zijn de schilderijen? Wat is er ingebroken? Vin, de televisie is er nog, jongen. Ga maar even tv kijken, hè? Niet bang zijn. Ja, alleen de schilderijen. Nou ja, dat is toch niet te geloven? Ik ga er vandoor, oké? Ja. Ja, wat kom je doen? Ah, ik moest Steven even iets vragen. Ja. Oh.
loop wel even met je mee. Hey, hoe is hij nou? Gaat wel. Beetje bij beetje. Hé, Han, die vroeg nog of ik je wel vraag of je misschien weer zin had in de meidenavond. Hé, gewoon gezellig met z'n drietjes. Nou, beter van niet. Nee. Nu met de kinderen en alles. Nou, kom wel even op. Ik ga wel even bij de langs. Oké. Okay. Karim? Waar ben je nou mee bezig? Niks. Komt goed. Komt goed. Ja. Jullie hier blijven wonen. Is dat niet raar voor je? Ik heb wat voor ons. Kom je daaraan? Gewoon gekocht. Proberen. Goed. Roy nog wel eens? Roy? Nou, gelukkig niet, zeg. Godsamme, wat een pak ellende, die man. Hij zit toch in zaken met die Schiller? Dat mocht hij willen. Nou, hij heeft af en toe wel eens een liedje voor hem gedaan, geloof ik. Ken jij Schiller? Die heeft zo'n zaak op bij het WTC ergens. Stavino. Oh? Hoezo? Is dat van hem? Nou ja, het is alvast wel een mannetje tussen zitten, maar volgens mij is het van hem. Hoezo, ben jij op zoek? Joh, gek. Het is wel een lekker ding. Doei. Mam, ik ben niet op zoek. En de anderen? Boven. Amen. Ik ga je wat leren. Kom even mee naar buiten. Kom op, man. Niet wat winnen, want die ze verpanda. Oké. Okay. Ik ga in de gevechtshouding staan. Ik ben die dikke vette bolle panda. En let op mijn armen. Ik gebruik ze als messen. Als messen door de nacht. Ik weer af, maar stoot tegelijk. Ik weer af, maar stoot tegelijk. Ik ga in één beweging door. Hop, hop. Sla maar. Wil niet. Als je doet wat ik zeg, durf zelfs Lucien niet eens beneden te wijzen. Eerlijk niet. Kom op. Hop, zie je dat? In één keer had je hem te pakken. Heel goed. Pops er bovenop. Hop. 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 Nou ja. Ja? Gebruik je arm als een soort slang. Je armen zijn slangen met een kop naar links, een kop naar rechts. Een kop naar links, kop naar rechts. En in één keer die beuk eroverheen. Begin met deze. Heel goed. Komt-ie. Hop, heel goed. En je hele lichaam erin gooien, hè? Bam, zo er bovenop. Komt-ie weer. Hop, heel goed. Hop, ja, zie je dat? Boven mijn neus, man. Dan piep ik wel anders, hoor. Dan loop ik zo, hoor. Echt waar. Pop, meteen een knietje eroverheen. Hij heeft niks meer te vertellen. Komt-ie deze. Hop, heel goed. Hop, hop. Blijven kijken, hè? Naar mijn ogen blijven kijken. Op alles voorbereid zijn, op alles voorbereid zijn. Hop. Hoor eens.
Kom op, maatje. Gewoon een broek pakken. We zijn gesloten. Ik ben op zoek naar Christian Schiller. Nee, die is mijn spreker. Daar is je geld. Ik ga maar tellen. En laat me verder met rust. Waag het niet om terug. Laat me los! If you just excuse me for a moment, I'll be back. En rustig, jij. Je houdt je bek. Laat me los! Houd je bek! Je houdt je! Is die clean? Okay. Volgende keer als ik jouw werk doe, sta jij in de keuken. Wat zit er in die tas? $2,000. Het is het laatste wat ik heb. Mijn man is dood en er zijn ook geen huisdieren meer die je kunt ophangen, dus ik zou het op prijs stellen als je ons verder met rust liet. Mevrouw Walraven, het spijt me, maar ik ben vegetariër en ik zou nooit een dier laten ophangen. Werkt hij niet voor jou? Nee. Wat doet jou dat denken? Ik weet wat mijn man gedaan heeft. Oh ja, zeg maar. Die rib bij de bollekas. Weet je, Carmen, mijn wereld is een zakenwereld en daar gelden twee dingen. Geld en vertrouwen. Geld is vaak het probleem niet. Dat vind je wel weer. Het probleem is vertrouwen. Zonder vertrouwen ben je weg. Hm? Snap je dat? Door die actie van jouw man en zijn maten kan ik niet meer zonder beveiliging over straat. Ik kan mijn kinderen niet meer naar school brengen. Klootzak. Mijn kinderen hebben geen vader meer die ze naar school kan brengen. Kom, breng je naar buiten. We elkaar nou eens zouden helpen, Carmen. Jij helpt mij met mijn probleem en ik help jou met jouw probleem. Ik hoef jou helemaal niet. Irwan is jouw broer. Toch? Ik vind dat hij de laatste keer er behoorlijk goed van afgekomen is. Met die paar schrammen, vind jij niet? Wat wil je? Ik moet zo snel mogelijk een nieuwe partij binnenhalen. Steven Breusink vertelde dat hij samen met jouw broer een lijn heeft over Marokko. Ik wil die lijn. Ewan zit in de bak, dat weet je. Jij bent er toch? Eén transport, dat is alles. En dan laat ik Ewan en jouw familie voorlopig met rust. Waarom zou ik jou geloven? Je weet toch waar het over gaat. Geld. En... vertrouwen.
de hand? Ze hebben pillen geslikt. Wat voor pillen? Ecstasy. Maak jij ecstasy? Ik niet. Wie is dit meisje? Zijn vriendinnetje. Jip. Zijn de ouders op de hoogte? Ik heb die ouders gebeld. Het is niks. Het is een eerste hulpdingetje. Komt allemaal goed, mevrouw. Waar ga je heen? Ik ga met haar mee. Nee, niks ervan. Geen denken aan. Naar boven. Ben jij ogen? Ik heb toch niks gedaan? Jezus, doe mijn man! Spijt me, schat. Ik had haar nooit binnen moeten laten. Ik loop even mee met die jongens. Wat een puinhoop. Wat is er nou gebeurd? Luus. We hadden allebei zo'n pil op onze tong gelegd. Toen zijn we gaan zoenen. En toen heeft zij ze per ongeluk allebei ingeslikt. Mam. Hou op. Ben je verliefd? Gaat je niks aan. Wat hebben jullie nog meer gedaan? Behalve die pillen. Gezoend. Gezwommen. En geprobeerd om pillen te slikken dus. Luus, dit kan niet. Dit kan echt niet. Weet ik. Ik snap dat het spannend is en dat je dingen wil proberen, maar het is rotzooi. Weet ik wel. Een stiekie af en toe vind ik niet erg, maar geen drugs, oké? Okay? Oké. Hoe zou jij het vinden om in het buitenland te wonen? Hoezo? Zomaar. De lijst met adressen. Het zijn stesjes van Frans en Irwan. Ik moet weten wat er nog ligt. Of er nog wat ligt. Of het genoeg geld is om weg te kunnen met de kinderen. Dat moet je niet tegen papa zeggen. Want ik weet dat hij dat vreselijk zou vinden. Heeft Boris dat toch vaker? Dat hij zijn broek pist als hij motor hoort. Deed hij dat? Hoe komt het dat het hier zit? Het is niet goed wat hij gezien heeft. Het is niet goed. Carmen? Wat? Je bent een goede moeder. Nou, dat weet ik niet. Jawel. Je bent rustig, relaxed. Het is goed wat je doet. Ik ga kijken voor je.
je niet rennen? Ik sla een keertje over. Mag ik eens zien? Ik wil het niet. Waarom doe jij je deur op slot? Gewoon. Anders had Doris mijn stiften. Maar hoe kan ik dat schoonmaken? Hallo, je bent er nooit. Niet waar. Wel waar. Je bent of in de haven of bij Sandrina of ik weet niet waar. Zelfs toen mijn papa in het ziekenhuis was je er niet. Maar lieverd, ik doe ontzettend mijn best. Ik zou ook veel liever hier willen blijven, bij jullie. Maar vandaag ben ik wat meer thuis. Welke Mongool bent u zo vroeg? Bevel tot huiszoeking. Keuken, garage. Huiszoeking? Ik heb net de hele teringzooi weer een beetje op orde. Jullie hebben nog twee computers van de vorige keer. Gewoon op de bank gaan zitten, niks aan de hand. Nathalie, kom je ook? Als je nou gewoon meewerkt, anders neem ik u mee naar het bureau voor verhoor. Oh, nou is het opeens u? Ja, waar zijn de andere kinderen? Ik zal ze even gaan halen. Nee. Theo, geef die kinderen aan. Waag het! Ik ga die kleine zelf halen. Moet hij er nog een trauma bij hebben? Politie. Lekker dan. Ga ze van de kant, man. Vader zo zoon? Huizen hier? Hé, hey, neem eens nou mijn laptop mee. Er staat al mijn huiswerk op. Pornoplaatjes zou je bedoelen. Waarom heb je Nathalie haar kamer al gezien? Hm? Ben je al in het spookhuis geweest? En? Zat er iets leuks tussen? Ga je het ook weer opruimen? Zolang ik niet de gewenste medewerking krijg, blijf ik gewoon terugkomen. Mag ik jou iets vragen? Heb jij kinderen? Ja, één meisje. Hoe oud is ze? 12. Zou zij het leuk vinden als via wildvreemde mannen haar posters van de muur halen? Haar laadjes omkieperen? Haar onderbroeken overhoop halen? Haar dagboek doorbladeren? Doe gewoon mijn werk. Voortaan kom je alleen als de kinderen naar school zijn. Ik kom wanneer ik dat wil, begrijp je dat? En ik blijf vast weg als jij me wat geeft en je weet wat ik hebben wil. Ik wil iets over Steven, iets over je broer of iets over je vader. En dan blijf ik weg. Doe je de deur dicht als je weggaat? Is klaar. Hé, het is klaar. Dankjewel. Mag ik jou nog even spreken? Dan blijf jij hier even wachten. Dan zie ik je volgende week. Ja, dat zou schrijven. Omdat Boris buiten zit te wachten, zal ik het kort houden. Ja. Kinderen bezitten het vermogen om wat er is gebeurd tijdelijk uit te wissen. Het realisatiemoment komt later. Nou, hij heeft moeite met slapen omdat het trauma zich fysiek begint te uiten. Ja, zijn lichaam komt niet tot rust. Overdag kun je dat verbergen, maar dat is lastig 's avonds. Er zijn wel een aantal factoren die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verwerkingsproces. Onder andere de moeder,
Jij dus. Boris die kijkt naar jou om te zien hoe die moet rouwen. En zolang jij daar niet aan toe komt, zal Boris er ook niet aan beginnen. Structuur. Het leven moet back to normal, zoals wij dat zeggen. Heb je het gevoel dat het leven een beetje back to normal is? Ja. Ja? Ja. Was dat het? Ja. Oké. Bedankt. Dag. Kom maar, schat. Carmen, ik ben overal geweest. Alle stesjes zijn leeg. Geen doop, geen geld. Alles weg. Sorry. Maar jij doet alsof ik een keuze heb. Die heb je. Die heb ik niet. Niet meer. Karim, het is te gevaarlijk. Ja, jij hebt makkelijk lullen hier. Ik zit er middenin. Jij hebt niet gezien hoe Boris er aan toe was toen ik hem vertelde over die pup. Jij weet niet hoe het voelt toen hij boos werd op mij, omdat hij dacht dat het mijn schuld was. Smeres zal nooit te weten komen of ze hier achter de moord op Frans zit. Nooit. Waarom denk je dat ze weer het hele huis overhoop hebben gehaald? Ze hebben niks. Dit is een kans om erachter te komen of hij het gedaan heeft. En dan? Wat wil je dan doen? Wil je flink de waarheid vertellen? Houd toch op, Karim, alsjeblieft, zeg. Jij wilde zelf dat ik de winkel ging runnen. De winkel kan wachten. Oh, nou kan het opeens wachten? Kijk nou zelf hoe je eruit ziet. Zelfs hier weten je te grazen te nemen. Dat is niks. Als ik één transport kan doen om verder met rust gelaten te worden, dan doe ik dat. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Sheila wil even met je praten. Ik moet naar mijn kinderen. Het was geen vraag. Je rijdt achter mij aan. Rijd verder met mij mee. Je kan je tas en je mobiel in je auto laten.
Welkom. Aangenaam weer zien. Wat doe ik hier? Wie is dat? Heb je wel eens geschoten? Waarom zou ik? Als we willen samenwerken, dan wil ik weten dat ik jou kan vertrouwen. Dus, alsjeblieft. Nee. Ik zei toch, jij helpt mij met mijn probleem en ik help jou met jouw probleem. Zo, dan laat ik jou nu even de ruimte. Voor wie werk jij? Voor wie werk jij? Voor wie? Voor hem. Ik denk niet. Voor wie werk jij? Voor wie werk jij? Oké, ik tel tot 3. 1, 2! Voor wie? Steven, Bruising. Hij zei dat je veel zou betalen. Lief. Hij zei dat het geld sowieso van hem was. Dat hij het geld sowieso van je kreeg. Je liegt! Alsjeblieft. Als ik jou nog 1 keer ooit bij ons in de buurt zie, of als jij 1 woord hierover tegen Steven Breuzing zegt, ik zweer het je, dan maak ik je dood. Heb je dat begrepen? Auto. Ja, zeker. Dat je...
organiseert één transport voor mij via jullie lijn. Ik regel de lading. Jullie doen het vervoer vanaf Marokko tot Nederland. Daarna zal ik jou en je gezin naar buiten laten. Is het alleen nog een zaak tussen Irwan, Steven en mij. En hoe weet ik dat het bij één transport blijft? Vertrouwen. Jongens? Joe? Jongens? Surprise! Haar idee. Lieverd, als jij nog niet toe bent aan een avondje gezelligheid. Om de gezelligheid naar jou. Omdat er niks, maar dan ook helemaal niks te vieren is... behalve dan dat wij zulke lieve vrienden en familie hebben. Op Carmen. Op Carmen. Waarom zei je eigenlijk niet op Wikipedia? Ik ben gegoogeld, hoor ik. Nou, moet toch een beetje beroemd voor zijn? Nee hoor. Zet je er zo? Moet ik eerst nog wat meer stukken maken. Heb je al eens wat verkocht? De kunsten uitlenen. Die heeft, ja. Ik denk dat je best beroemd kan worden. Buonasera, tutta la valle. Zo, hey jongen. Ben je laat? Ja, gek huis. Geweest? Ja. Vanmiddag. En? Wat nieuws? Ja. De winkel gaat weer open. Echt waar? Ja. Heel goed. De zaken van een probleem. Steven is een risico. Risico's moet je uitsluiten.
Heel goed oppassen, ja.